Automobilisten die geregeld over Rijksweg 12 naar Duitsland reden, kennen de moeilijkheden van deze route. In Zevenaar, waar deze Rijksweg ophield, moest het drukke verkeer zich een weg zoeken door het oude stadje, waarvan de straten op deze intensiteit niet berekend zijn. Eenmaal buiten Zevenaar volgde een smalle weg vol bochten naar het sinds 1949 onder Nederlands bestuur staande drostambt Elten. Een weg waarin bovendien spoorwegovergangen de vlotte doorstroming van het verkeer ernstig belemmerden. Maar de moeilijkheden begonnen pas goed in de nauwe bochtige straatjes van Elten zelf. Het binnenkort weer Duitse stadje dat nimmer echt Nederlands heeft kunnen zijn. De douaneposten konden de enorme toevloed van personen en vrachtvervoer nauwelijks verwerken. Aan deze toestand is nu een einde gekomen met de voltooiing van het laatste onderdeel van Rijksweg 12, die nu langs Elten naar Emmerik loopt en die naar men hoopt in 1965 aansluiting zal geven op de Duitse autobaan. Via het imposante verkeerscircuit buiten Arnhem kunnen automobilisten uit alle windstreken op Rijksweg 12 komen, die een onderdeel is van de Europaweg E36. Het nieuwe weggedeelte, dat 15 kilometer lang is en dat de gebruikelijke twee gescheiden rijbanen heeft, werd deze dagen officieel in gebruik genomen. De auto van de minister van Verkeer en Waterstaat, Dr. Anders Korthals, reed naar het nieuwe douanekantoor, waar personen- en goederenvervoer voortaan gescheiden zullen worden gecontroleerd. Op deze plaats wensten minister Korthals en zijn collega minister Erkens van Noord-Rijn-Westfalen elkaar geluk. Het douanecomplex dat hier is gebouwd is het grootste van Europa. Een dergelijk groot emplacement wekt niettemin enige verwondering wanneer men bedenkt dat men ernaar streeft om in het verband van de euromarkt de tolgrenzen zo spoedig mogelijk op te heffen. Gezegd moet dan ook worden, de controle die hier plaatsvindt, dat is pas controle. Omdat de nieuwe weg nu nog over Nederlands gebied loopt, zijn de oprijstroken van Elten naar de E36 afgesloten met beton, om te voorkomen dat verkeer uit Duitsland de 4 kilometer verder gelegen douanepost vermijdt en clandestien Nederland binnenkomt. De E36 zal, als hij eenmaal ook bij Emmerik verder is doorgetrokken, de belangrijkste verbindingsweg zijn tussen Nederland en Duitsland.